Thank you.
Goedenavond allemaal, lieve kijkers thuis van Bimhuis TV. We zijn super, super blij dat we hier mogen spelen in deze prachtige zaal. En volgens mij is het voor het Bimhuis ook heel tof, want het is de eerste keer
dat jullie naast elkaar mogen zitten. En niet dat er 28 meter tussen hoeft te zitten. Dus het ziet er supergezellig uit. En iets wat we niet meer herkennen. Dit is publiek dat tegen elkaar aanzit. Te gek. Ja, het was al even aangestipt. Maar onze nieuwe plaat is vandaag verschenen. We zijn heel trots op de plaat. Alleen al hoe die eruit ziet. Super. Waanzinnig toch? Het is te gek artwork gemaakt door een kunstenaar uit Utrecht. Die heet Robert-Jan Legner. Hou hem in de gaten. We begonnen met een stuk getiteld Tideline. Gevolgd door Bye Bye Big City Bye. Beide geschreven door Jesse van Rulle op gitaar. Ja. En het volgende stuk wat we gaan spelen staat niet op de plaat. Maar het is geschreven door Dizzy Gillespie en het heet Con Alma. Thank you.
Het stuk was Hubert Sander, geschreven door mij. Het volgende stuk is, vind ik zelf, een heel gaaf stuk. Het is geschreven door Jesse. En het heet Drops. We speelden dat voor de eerste keer in niet ver hier vandaan, in Studio 150, Bethlehemkerk, de gekke studio in Amsterdam. Dat was de eerste keer dat we het speelden, volgens mij. Was sowieso een van de eerste keren dat we dit repertoire speelden. En dat was helemaal te gek. Toen hebben we besloten een plaat te maken, volgens mij. Ja. En dit stuk, ja, ik ben een fan van. Het heet Drops.
Dat was een stuk getiteld Apollo. Wat ik heb geschreven speciaal voor dit duo. We hebben in de hele coronaperiode niet echt stilgezeten. We hebben dus deze plaat gemaakt. En er staan 11 stukken op, allemaal van onszelf. Dat was eigenlijk echt superleuk om te doen. En we hadden de tijd ervoor. het volgende stuk wat we gaan spelen staat er wederom niet op. Maar dat is een standaard die we allebei al heel erg graag en heel erg lang spelen. Het heet All or Nothing at All. Thank you.
Thank you.
Stuk spelen. Ja, we zijn het niet meer gewend. Zo lang kunnen we niet meer, dames en heren. Dat is anderhalf jaar pauze. Dit is de max. Het laatste stuk wat we gaan spelen heeft Jesse geschreven naar aanleiding van die show die we deden in Studio 150. Dus daar waren we helemaal opgeladen. En het is ook de titel van de plaat geworden, Spirits High. Dit is de eerste dag dat u hem kunt kopen. En dat gaat ook gebeuren, daar in het café. We zijn er super blij mee. Ik wil nog even speciaal dank voor Rob en Robin die het super mogelijk hebben gemaakt. Dankjewel dat die plaat er is gekomen. Het laatste stuk in Spirits High. Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende keer. Thank you.
leven tijdens het concert. Ons café is nog open, ze gaan er cd's kopen, dus ga er vooral even langs. De enige laatste huishoudelijke mededeling wegens corona die er nog bij moet, is dat we helaas nog wel, als je een drankje hebt, nog even moeten gaan zitten. Dus dat willen jullie vragen, maar voor de rest fijne avond nog en geniet ervan. Thank you.
Thank you.